Er hangt nog altijd een bodemprocedure in de lucht. Nu is bewezen dat Rachel Hazes een neeperfgenaam is. Heeft zij eigenlijk wel recht op al die miljoenen euro's die ze verdient met het uitmelken van de erfenis van weilen André Hazes? Of zit zij onterecht op de stoel van kassa -juffrouw? Dochter Roxanne Hazes vraagt het zich ten zeerste af. Een maand geleden bepaalde de kortgedingrechter dat Rachel relevante erfenisstukken moet overhandigen aan Rox. Het is onduidelijk of ze dat gedaan heeft, maar donderdag is de deadline verstreken. Als die stukken niet zijn gestuurd, moet Rachel een dwangsom van 2500 euro per dag betalen en dan heb je natuurlijk wel heel wat te verbergen. Zowel Rachel als Roxanne willen niet zeggen of de documenten zijn overhandigd, maar anderhalve week geleden was dat sowieso nog niet het geval. Privébaas Evert Santegoeds in zijn podcast: Niemand zegt iets, maar anders gaat de teller lopen. En Ragel, kennende, gaat zij niet elke dag 2500 euro opzij leggen om die aan Rox over te maken. Evert denkt dat Ragel daar veel te gierig voor is. Dus ik neem aan dat de papieren zijn overhandigd. Zeker weten doen we dat niet, maar als je al weet hoe ze achter de huur aan zit van die Marieke, haar vroegere beste vriendin, Red. Dan kun je je voorstellen dat ze de dwangsom niet met 2500 euro per dag laat oplopen. Het kwam gisteravond laat ook ter sprake in shownieuws, waar Roxanne's vertrouweling Patty Bart aan de desk zat. Haar collega Bart Ettekoven, Ragel, moest voor donderdag eigenlijk stukken inleveren om aan te tonen dat zij wel de wettige erfgenaam is. Waar Rox dus al twee jaar om vraagt en die Ragel niet wilde geven. Bart lijkt achter de schermen met Petty te hebben gesproken, en zij heeft natuurlijk weer met Rox gepraat. De showkenner lijkt namelijk meer te weten, als die stukken al op tijd overlegd zijn, dan is het nog maar zeer de vraag of die het gaan aantonen en daar zijn grote twijfels over. Daar voegt Patty veelzeggend aan toe of het de juiste stukken zijn. Patty lijkt erop te hinten dat Rachel het sluw speelt. Dat ze wel stukken heeft gestuurd om onder die dwangsom uit te komen, maar dat het stukken betreft waar Roxanne niet zoveel mee kan. Bart vervolgt: ja, of het de juiste stukken zijn. En dat is de kans dat het uiteindelijk gaat uitlopen op een bodemprocedure. Patty is vergroot. En hier lijkt Patty haar mond voorbij te praten. Het is evident dat zij in nauw contact staat met Roxanne en kennelijk sorteert zij dus al voor op een bodemprocedure, hoe graag Kamp Ragel ook via storybaas Guido den aantrekker probeert uit te stralen dat er echt niets aan de hand is en dat ze er vast gewoon onderling uitkomen.